Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, de storm is weer even gaan liggen. De visite boven me is weggegaan. 2 weken heb het geduurd. 2 weken heb ik in de rotherrie gezeten. Maar gelukkig eindelijk zijn ze weer opgedonderd. Dus ja, het is weer even rustig voor de time being. Want van de zomer zullen ze wel weer komen. En daar zal ik ook wel weer last van hebben. Maar ik blijf gewoon volhouden. Ik blijf gewoon volhouden. En ja, we gaan gewoon door. Ook met actie voeren. Ik zal bij deze volgende keer ga ik gewoon weer de woonbron inlichten. De woningstichting. En dan gaan we wel zien hoe het wordt. Maar voorlopig is het even rustig. Dus ik kan weer even lekker rustig even bijkomen. Lekker een tukje doen. Uitrusten. En dan komt het allemaal weer helemaal goed. Dus ja, ik ben in ieder geval ben ik, al vrij. Ben ik al, want morgen is het Koningsdag. En morgen gaan we een feestje bouwen in het dorp. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ga niet de videocamera meenemen. Daar heb ik echt geen zin in. Ik ben niet alleen vlogger. Maar ik heb ook natuurlijk privé dingen heb ik. En misschien ga ik nog wel wat met mijn telefoon filmen. In ieder geval. Maar ik ga in ieder geval niet de camera meenemen. Daar heb ik echt geen zin in. Ik wil er ook eens een keertje zonder camera. Wil ik er eens een keer een leuk feestje van maken. Ik heb al heel wat jaren hebben we moeten wachten erop. Want we hebben natuurlijk een paar jaar hebben we corona gehad. En die ellende allemaal en zo. Dus ik ben blij dat we eindelijk weer eens een keertje lekker Koningsdag kunnen vieren. En bij ons in het centrum, in het dorp, noemen we dat altijd. Spijkenissen zeggen we altijd van, we gaan naar het dorp als we naar het centrum gaan. Ja, er is live muziek en daar gaan we gewoon een feestje bouwen. En ik ga met Joost en met Ramon ga ik heen. En dan gaan we lekker feestje bouwen, biertje drinken. En een lekker feestje bouwen, daar heb ik wel ontzettend veel zin in. Dus ja, dat in ieder geval. Dus ik heb al weekend, ik heb maandag en dinsdag gewerkt. Toen moest ik, woensdag is Koningsdag, zijn we vrij. En dan had ik eigenlijk, had ik donderdag en vrijdag weer moeten werken. Maar ik heb donderdag en vrijdag lekker vrijgenomen. Ik had zoiets van, joh, laat ik mij eens een keer verwennen. En anders doet het niet voor me. Dus ik ga lekker, ja, ik heb lekker vrijgenomen en ik ga lekker 2 dagen lekker uitrusten. En ik hoef dus pas maandag weer te beginnen. Dus ik heb nu officieel weekend. Dus nou, het is 7:55. Dadelijk komt Ramon, die komt dadelijk. Die komt even mijn haar weer even scheren, want het is wel weer nodig. Kijk eens hoe lang het is. Dus ja, dat dus in ieder geval. We gaan er weer een leuke Koningsdag van maken. Ik ga misschien nog wel even met mijn mobiel wat filmen. Maar ik, ja, ik ga er gewoon heen voor de privé. Gewoon lekker gezellig wat drinken. En een beetje feest vieren zonder elke keer die camera. Want af en toe vind ik dat ook wel eens irritant hoor. Die rotcamera elke keer meenemen overal naartoe. Het is ook wel eens leuk om ergens naartoe te gaan zonder camera. Dus ja, we gaan er een leuk feestje van maken. Jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vond jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje om niet op de hoogte te houden. Als er een nieuwe video of livestream mist, er allemaal sleutels vallen. En ik spreek jullie allemaal weer. Groetjes van deze kant. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog maar weer. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi.